Hallo lieve mensen, dit is Lumeria. Heel erg laat. Op de karmische dag, 74-11 dag waren we vandaag, 28 mei. Dit is ook wel eens een keer leuk als ik het aan het einde van de dag doe. En zeker, ik had helemaal niet door dat het een karmische dag was, want het was gewoon, nou ja, daar sta ik dan niet meer bij stil. Want dan heb ik zo'n reeks met filmpjes gemaakt en dan weet ik niet, dat weet ik pas wanneer ik ga zitten, dat ik denk, oh het was vandaag een karmische dag. Mijn man had vrijgevraagd vandaag. En hij zei, door al die weelderige regen waren de kruidjes, het gras, alles was weelderig. Maar ja, dat is heel leuk. Maar wij willen de tuin ook wel een beetje netjes. Dat is een nadeel als je dan best wel een stukje, nou, we hebben niet heel veel grond hoor. Maar het is wel, daar moet je wel even mee bezig. Dus hij zei, weet je wat, ik vraag vrijdag vrij. Dan ga ik heerlijk de hele dag met die tuin bezig. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus 's morgens, ik ging even naar de kapper. En ook leuk, gezellig, even boodschapjes doen. En ik kom thuis. En op zo'n karmische dag gebeuren er soms zaken wat je van tevoren niet plant. Maar waar je dan wel even doorheen moet. Dus ik had verwacht dat mijn zomermagazine en de heksenlessen volgende week zouden komen. Maandag of dinsdag. Dus ik kwam thuis. Gezellig. We hadden even geluncht. En tijdens de lunch komt de post. Oh, ik zei, zal ik je even helpen? Ja. Ik zo, hoeveel heb je voor mij vandaag? Hij zei, ik heb 7 dozen. 7 dozen. Oh. Ik dacht, oh, misschien zijn die kaarten binnengekomen. Ik dacht, oh nee, 7 dozen. Oh, het is hartstikke zwaar. Oké. Nou, ik dacht, als en het magazine er is en de lessen er zijn, dan moet ik nu aan de slag. Dus, in plaats van in de tuin met mijn man aan het werk. En nog wat pakjes doen, want het was niet zo heel druk hoor. Ik had alles wel op regel. Ik moet gewoon wachten op leveringen. Dus ja, dan kan ik niks versturen. Dus dan kan ik ook wel iets ter ontspanning doen. Nou, dat werd hem dus niet. Dus ik ben vanaf 1 uur tot 6 uur bezig geweest pakketten te maken om die magazines klaar te krijgen. En dan om 6 uur, dan kijk je alles nog eens na en dan denk je, wauw, alles gelukt. En dat is dus een karmische dag. Dat je eigenlijk heel veel werk hebt en dat het dan toch allemaal lukt. Dat het goed is. Nou, dat zijn gewoon hele mooie dagen. Ik had eten ook nog fatsoenlijk gewoon goed eten. Want meestal gaat het dan zo, nou doe maar een uitsmijter of wat hebben we, dan doen we dat. Maar ik had ook nog echt gewoon een complete lasagne gemaakt. Want ik dacht, oh lekker, gewoon zo'n heerlijk dagje, lekker kokkerellen. Dus vanmorgen had ik dat al klaar. En dan kan het lekker de hele dag staan. En dan is, nou dat kwam goed uit hoor. En dus om 5:30, ik zei tegen mijn man, wil jij even de oven aanzetten? Nou, dat deed hij. Dus toen werden de pakketten opgehaald en kwart over 6 konden wij gewoon lekker eten. Alles lukte gewoon. Heerlijk. Dat is dus een karmische dag, dat allemaal goed gaat. Net, toen heb ik mijn, was even live geweest, ik heb mijn laptop en ik dacht nog, oh ja, ik moet wel even die stekker eraan doen, want die batterij is bijna leeg. Dus ik was mijn wereldse gebeurtenis filmpje aan het maken. En batterij bijna leeg. Oh, ik dacht, oh, en dan kan ik zo'n filmpje weggooien, hè? Ja, ik ben daar niet zo handig in. Dus dan moet zo'n filmpje weg en dan doe ik het overnieuw. Karmische dag, hè? Filmpje afgelopen. Ik snel mijn oplader gehaald. Ik erin. Allemaal gelukt. Dat is een karmische dag. Dus dat is ook wel eens leuk als het aan het eind van de dag is. Daarom heb ik nu ook even een kleurtje. Ik ga zo meteen lekker in huis. En dan neem ik een lekker kopje koffie. En dan gaan we gewoon relaxen. Voor vandaag. Ik wou deze week. Ik heb ook bij het magazine krijgende mensen een waterkaartje. En ik dacht, dat is ook wel eens even leuk om een waterkaart te delen. Waterkaarten, dat zijn deze kaarten met de bloem van het leven. En die ga ik deze week in de positieve berichtjes, die ga ik morgen maken. Voor het weekend ga ik nog wel even maken en daarna ga ik lekker in huis.
En dan ga ik dat even uitleggen, want dat is best wel interessant. Nou, deze ligt bovenop en dit vind ik eigenlijk wel heel mooi voor deze dag. Dat is deze. Regenboogenergie. En je ziet het ook, allemaal kleurtjes, is er ook in raamsticker. En achterop staat overal dezelfde tekst. Want die regenboogenergie zegt eigenlijk al genoeg. Regenboogenergie is de energie van hoop. Ik kijk even naar mijn engelen. Die, als ik zo meteen het gordijn weer omhoog doe, dan straalt de zon erin. En dan heb ik hier allemaal regenboogjes. Maar dan zie je mij niet. Want dan ben ik donker. Dus het gordijn moest wel even dicht. Maar dat is wat de regenboogenergie doet. Die geeft jou hoop en positieve energie. Die was voor vandaag. Heerlijk. Wat kan je dan met zo'n kaartje? Hij is flexibel en hij is watervast. En daar kan je gewoon lekker in de hand houden. De komende week zal je een aantal kaartjes tegenkomen met tekst en dan leg ik het uit. Regenboogenergie is ook voor hoop. Kan je ook een glas water opzetten of ander drinken. En dan gaat de kracht volgens de hint. Dr. Emoto heeft dat ook uitgelegd en aangetoond dat water, bijvoorbeeld water, en we bestaan uit 70% uit water, die neemt de boodschap aan die je aan water geeft. Dus als jij regenboogenergie aan jou geeft, dan geef je hoop en positieve kracht. Dat was het voor vandaag. Nou, ik hoop dat jullie dit filmpje alsnog leuk vinden. Ook even een wat diepere betekenis, praktisch gewoon betekenis van een karmische dag. En ook dingen die kunnen opgelost worden bijvoorbeeld. Of dingen, een reminder waar je nog wat aan moet doen. Ik kreeg nog post. Ik dacht van, oh ja, dat moest toch even. Soms zijn er wel vervelende dingen op. Maar geeft niks. Dat is het leven. Alles wordt opgelost. Ik wens jullie een hele mooie avond. En een goed weekend. En het weekendfilmpje komt er ook nog even na. Dag lieve mensen.